Beste kijkers, het is vrijdagmiddag 24 september, rolt de klok van 4:15. Hoog tijd om samen even naar de real-time dag- en weekgrafiek van ons AIX te kijken en straks ook de DAX om te kijken hoe we vandaag de deur uitgaan en hoe we week 38 afsluiten. Laten we beginnen met de dagkaart. Een uitstekende beweging hebben we gezien natuurlijk. De beroemde V-spike bodem vanaf 7,73, inclusief gaten rap omhoog naar 800. Gisteren al eventjes voor het eerst boven de 800 gesloten. Maar dat was toch wel een beetje te veel van het goede. Vandaar meteen een scherpe reactie van de beren. En SV Speak staat er nu 7,93 en een klein beetje op de borden. Gaat wel gepaard met een zwarte candle. Swingtellen nog wel naar plus 2. Maar u ziet met nodige gapfill wordt het een beetje onzeker wat nu de volgende stap gaat worden. En vandaar dat een wat neutrale houding, eventjes wat de kat uit de boom kijken, dat helemaal niet verkeerd is. Kunnen we nog doorstomen naar 8,04? Zeker. De indicatoren wijzen daar nog op. Ze staan immers nog in de plus. Of is er een kans dat we wegzakken richting de Fibo-grid 7,85 tot 7,73 om daarmee toch wat een grillige correctie te gaan vervolgen? Dat zou allemaal kunnen. Laten we rustig afwachten wat de spelers voor ons komende week in petto hebben. Op de weekkaart zien we dat de swing plus 8 inmiddels op het scherm staat. Witte candle, misschien als een bullish engulfing patroontje nog. De turbulentie zwelt wel aan. We zien toch de sprietjes wel groeien op en onder de body. En wat dat betreft wordt het komende week heel spannend. Want u weet, bij swing plus 9, en zeker als dat gepaard gaat met een zwarte candle, dan hebben we wel degelijk te maken met de topvorming. Mede in het achterhoofd het feit dat het nu voor de tweede week niet lukt om goed boven die 8,04 te breken. Met andere woorden, het momentum loopt er een beetje uit. Dus hou de vinger aan de pols, blijf niet met al te zware posities zitten. Eerder wat afromen en zeker volgende week verder afbouwen als blijkt dat de beren toch hun grip gaan vergroten. De DAX, daar ook diezelfde dagbeweging, fel naar beneden rond 15.000, net zo rap weer omhoog en hier lijkt ook de rebound op te drogen. Hetzelfde technische beeld, pas op de plaats, eventjes goed oppassen wat de spelers van plan zijn en de kantelpunten in de gaten houden om actie te overwegen. Ook op de weekkaart een correctiefase, swingteller min 3. Niet zo heftig als bij de AIX. Hier hebben we het op de DAX hebben meer te maken met een trading race-achtige situatie. Met heel duidelijk de groene strepen onderin en de rode strepen bovenin. Daartussen heen en weer zigzaggen. De trendmatigheid loopt hier dus wel uit. Dus ook wat dat betreft en bij de DAX en bij de AIX wordt het spannend. En wordt het oppassen voor de beer die op de achtergrond wel degelijk zijn mes aan het slijpen is. Ik wens u een plezierig weekend.